Dit is het Nederlands team tijdens het EK in 1989. Met Jos Kuipers in Den Bosch was dit het laatste Nederlandse team dat zich wist te plaatsen voor een EK. 25 jaar lang lukte dat niet. Ja, ik denk dat het enerzijds te maken heeft misschien met de ontwikkeling van Nederlandse spelers en anderzijds met het openstellen van de landen van voormalig Rusland. Of althans Oost-Europa bedoel ik, Rusland en Joegoslavië. En er kwamen gigantisch veel goede basketballanden bij. Ja, en dan kunnen zich maar 12 teams toentertijd kwalificeren voor de EK en dan wordt het een stuk moeilijker. Gisteravond maakte het Nederlands team er in Leiden een historische avond van. Montenegro werd met 68-55 verslagen en Oranje plaatste zich voor het EK. Dat iedereen uitzinnig van vreugde was, is niet vreemd, want lang niet alle beste spelers van Nederland stonden op het veld. Er is gewoon geen geld en ik denk dat een van de redenen is geweest dat er een hoop spelers daarvoor bedankt hebben, buiten de jongens die dan geblesseerd zijn. En dat moet natuurlijk met een oog op de toekomst moet dat gewoon veranderen. Oranje trainde zich de afgelopen maanden suf en stapte 20 keer in een vliegtuig op weg naar weer een wedstrijd. Vanwege geldgebrek werden alleen goedkope vluchten geboekt, met als gevolg dat de lange basketballers urenlang knel zaten. Dat kun je een topsporter niet aandoen, maar ons ook niet. Met de overwinning op Montenegro was alle ellende van de laatste 2 maanden vergeten. Het succes was daar in de vorm van een EK-ticket en dus werd er gefeest. Maar wat betekent het nu voor het basketbal in Nederland? Ze moeten uit de markt hopelijk dat er een partij is die dat ziet zitten, heel interessant vindt en die jongens goed op weg kan helpen omdat ze daar een goed resultaat kunnen neerzetten. Oranje mag volgend jaar dus naar het EK, maar of het gaat is nog niet zeker, want er moet geld komen. Zonder geld geen EK. Dan houdt het op, want wij doen dit nou 2 jaar, wij, dat bedoel ik dus de staf, de spelers, 2 jaar voor 0,0 euro's. Dan houdt het op.